Dag 2, 's morgens, het is ongeveer 8:30. Heerlijk geslapen hier bij de familie Cardol. Echt heerlijk gegeten ook vanochtend, dus super bedankt daarvoor. En nou ja, wie weet zien we elkaar nog eens snel. Ik hoop vandaag naar Woerden te vertrekken en daar te overnachten bij een oud collega. En ik hoop nog de dochter van Henk en Marianne Visser uit Albanië te spreken. Dus nou, die zien jullie straks wel in de video. Ik ga lekker op de fiets, tot kijk. Hoi. Nou, ik ben even iets heel gevaarlijks door te vloggen op de fiets terwijl ik op een grindpaardje fiets. Oh. Maar ik vind het toch leuk om even ook tijdens het fietsen wat te zeggen. Ik ben bijna aangekomen in Woerden. En het is wel echt heel heet. Maar ja, het is jammer dat je het nu even niet ziet. Maar hier achter mij is een mooi meer. Dus ik ben even op zoek naar een plekje waar ik even kan zitten. Ik heb zwembroek bij me. Ik wil even mooi zwemmen ergens. En die moet je even een beetje bijtanken. En hoop ik zo naar een oud collega te gaan in Woerden. Waar de dochter van Henk en Marianne Visser dan heen hoopt te komen. En ook een mooi interview te hebben vanavond. Wat dan gaat over hoe het is als je ouders toch op vrij jonge leeftijd besluiten om... nou ja, eigenlijk niet per se besluiten, maar geroepen worden om naar het zendingsveld te gaan. Dus nou, ik heb er heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd wat zij te vertellen heeft. En nou, ik zou zeggen, blijf op de hoogte. Super bedankt voor alle donaties en sponsoringen inmiddels. We zitten zo rond de 1400 euro, was het gisteravond. Dus dat is echt super fijn. Dat bemoedigt zeker. Dan weet ik ook waar ik dit allemaal voor doe. Namelijk voor het zendingswerk, het jongerenwerk in Albanië en Ecuador. En nou, dat geld kunnen ze vast heel goed gebruiken. Nou, ik ga me weer even focussen op de weg. En op zoek naar een mooi plekje. En we zien elkaar. Doei!